Stadsvogels beschermen kan overal. In je eigen tuin, op je balkon. En waar de ruimte het toelaat, kan je op veel grotere schaal iets voor vogels betekenen. Zoals bij het havenbedrijf in Rotterdam. Robert Wolf leidt ons rond over de Vogelvallei. Nou, we zijn hier op de Maasvlakte. De industrie ligt overal om ons heen. Maar hier zijn we midden in een groot vogelgebied dat we de afgelopen tijd hebben aangelegd. 21 hectare groot. Dat bedoeld is voor allerlei kustvogels, van visdiefjes tot kokmeeuwen, tot lepelaars. Die kunnen hier broeden, rusten, forageren. De haven ligt natuurlijk midden in een belangrijk gebied, de delta, de zuidwestelijke delta. Dus wij hebben gewoon een belangrijke rol daarin te vervullen. Eigenlijk vanaf het begin, toen we wisten dat we hier aan de slag gingen, dat we hier een project gingen doen, toen hebben we besloten om allerlei natuurorganisaties erbij te betrekken, ook al bij het ontwerp. Vogelbescherming heeft daaraan meegedaan, zodat we ook zeker wisten dat, dat de beste oplossing voor vogels eruit zou komen. Het is voor ons heel belangrijk dat we de mensen uit de omliggende plaatsen, zoals Rotterdam, ook de gelegenheid bieden om hier naartoe te komen, om van de haven te genieten, van de natuur in de haven te genieten. Dus daarom hebben we twee uitkijkpunten gerealiseerd, aan de noordkant en aan de westkant, waar je naartoe kan. Achter het scherm heb je een heel goed uitzicht over de Vogelvallei. En bij een van de uitkijkpunten hebben we ook nog een oeverzwaluwwand gecreëerd, zodat het eigenlijk 2-in-1 is. Bent u enthousiast geworden en wilt u zelf een kijkje nemen? U vindt de Vogelvallei langs de Prinses Maximaweg op de Maasvlakte.